What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're gonna be jumping in the next one. Well, the part two of episode five of the East India Company VOC and its legacy in Asia on the Dutch Golden Age. Seriously good material so far. I'm learning a lot. Other people are telling me that they're learning a lot. So let's jump in. Let's finish this one off. Once again, this one came to us via a donation from Mikhail. Much, much love for keeping us on the history track. Hey, I'm starting to love history more and more. I'm starting to appreciate other places more and more. I'm starting to appreciate my own history more and more. The more we go down this, the more I realize I don't even know about myself. So let's jump into it. Let's check it out together. Let's roll. En dan nog een paar honderd kilometer. Got to make sure we turn back on the CCs. Or are they built in? I can't remember. They are built in. Het zegt iets over de afstanden hier in de oost. Yo, it took a mighty lot for him to open that door. That was a mighty big push. Rondom over het eiland. Ja, dat is prachtig, hè? Je moet je voorstellen dat hier 800 man in deze twee forten gelegerd waren. That's not a very big fort. 800 men? Al die kleine andere in two forts this size? Koen kwam hier in 1621 met hoeveel schepen? Met tegen de 20 schepen kwam hier aan. Een vloot van 2000 man. En waar lag dat? Die lagen hier zo. In het, op de reden van Banda, zoals het stuk hiervoor genoemd wordt. Dus dat was een flink schouwspel. Ja, dat moet ontzettend geweest zijn. Dat die grote drie masters. Dat waren ze niet gewend, dit soort vloten. Nou ja, dat waren ze wel, want in 1609 waren de Nederlanders voor het eerst hier met een grote vloot. En dat had toen ook al tot, tot de nodige gevechten geleid. En in 1609, begrijp ik, ik heb hier wat ooggetuigen verslagen, Koen was daar ook al bij. Ja, ja, Koen was als onderkoopman aan de boord van de vloot van admiraal Verhoef. En wat kwam Verhoef doen? Nou, Verhoef die kwam eigenlijk in opdracht van de heren 17 hier op Nera een fort te aanleggen. En de Bandanezen die hielden hem zo lang mogelijk aan een lijntje. En toen vroegen ze aan hem, komt u dan over onderhandelen? En dan neemt u alstublieft niet te veel man mee. En dat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan, ja. En dan, dit is een verslag van een Duitse VOC-man. Die dan schrijft, die Mooren, ze worden Mooren genoemd, de Bandanezen, hebben de admiraal, hadden den admiraal, und nou nog iemand anders, die Häupter abgeschlagen und dieselben mit sich genomen. Dus wat hebben ze meegenomen? Die man of de hoofden? Ze hebben de hoofden meegenomen en toen ze me niks meer hoorden uit het bos zijn de... 30! Helles bodies. De volgelingen erachteraan gegaan en die zagen dus 30 onthoofde lijken liggen. En waarom de hoofden meenemen? Nou, het waren hier nog een beetje koppensnellers. Dus het was de gewoonte om van een vijand het hoofd mee te nemen. Oh, dat betekent dus niet zoveel goed weer voor de Nederlanders beurt. Nee. En de Nederlanders die hadden de schrik in de benen. Die zijn een maand lang op hun vloot gebleven. Maar uiteindelijk hebben ze toch de opdracht van de heren 17 uitgevoerd. En die hebben toen het fort hier beneden aangelegd, Fort Nassau. Waar je hier de muur nog van ziet. Ja, waar je daar beneden de muur nog van ziet. Als Koen 12 jaar na de moord op Verhoef terugkomt op Banda, slaat hij genadeloos terug. De opdracht van de heren 17 is ook letterlijk de eilanden te ontvolken. De bewoners van Banda... Wow! Imagine getting those orders. Wipe out everyone on the islands. Tor, het grootste eiland met meeste muskaatplantages, wordt eerst de bergen ingejaagd en daarna gedeporteerd naar Batavia.
Zo'n 2% blijft achter. Hun leiders worden na een schijnproces ter dood veroordeeld. Het vonnis wordt voltrokken op de binnenplaats van Fort Nassau. Dus hier zijn die Orankaya samengedreven? Ja. De lokale leiders? Ja, ja, ja. 44, die zijn tijdens het verhoor zijn er al 4 gestorven. En 40 bleven er over dus. En de 8 die het meest schuldig bevonden waren, daar werden 6 samurai op losgelaten die hen doormidden hakten en het hoofd afhakten. Samurai, dat zijn de Japanners. Ja. Dat waren huurlingen in dienst van. Samurai were mercenaries. A lot of people don't know that. But hey, they could be employed by whoever had the most coin, that's for sure. Met zo'n krankzinnig zwaard, wat je daarbij voorstelt. Ja, en om het nog naarder te maken, was ook een geslagregen die het begeleidde. Dus die mensen werden letterlijk afgeslacht. Ja, nou, dat moet een afzichtelijk schouwspel geweest zijn. Ten overstaan van elkaar? Ja, en natuurlijk ten opzichte van degene die ze veroordeeld hadden. Ik heb nog wat citaten over hoe hoe er in Nederland naar gekeken wordt. Dat wil ik even voorhouden. Ja. Wroeging of gewetensbezwaren tegen de hele actie. Ja. Een anonymus der conquiste die erbij geweest is, die schrijft dit volbracht zijnde. Ja, wat er hier, die slagpartij. Dit volbracht zijnde zijn met verbaasdheid ieder vertrokken naar zijn kwartier. Geen behagen hebbende in zulke koophandel. Ja. Ze hadden er toch geen behagen in? Nee, nee, nee. En dat klinkt als een eufemisme. Ja. Toch wroeging? Een beetje wel, denk ik. Zeker voor de mensen die erbij geweest waren. En eigenlijk ook wroeging zie je dat in de reactie van de heren 17... die natuurlijk Koen benoemd hadden en hem de opdracht hadden gegeven om dit te doen. Het had wel met wat minder geweld gemogen van ons, maar we zijn wel erg blij met de verovering. Dus iedereen houdt de oogkleppen op? Nou, of het oogkleppen zijn, weet ik niet. De heren 17 wisten natuurlijk precies wie ze benoemd hadden. Hè? En zijn ideeën en zijn manier van werken waren wel bekend. Wij waren een land wat ontstaan was door oorlog. We hadden een vennootschap opgericht met een uitermate agressieve doelstelling. En om die te bereiken waren dit soort maatregelen nodig en nam men die maatregelen ook. Men ging ervoor om te vechten. Dus het soort geweld dat hier werd uitgeoefend, geweld op grote schaal, is een onderdeel van onze Gouden Eeuw. Ja, in ieder geval hier in Azië. En ja, als wij dus over VOC-mentaliteit praten, is dat ook het doel heilig te middelen. Oef. It's a hard reputation right there. Toeval of niet, ook bij ons stort een tropische regenbui neer. Het brengt de slagpartij dichterbij. Demonische samurai-krijgers, rollende koppen, plassen regen, vermengd met bloed. Marie, I will it out. Ya, saya tunjukkan nama-nama orang kaya yang dibantai oleh Jan Peterson Kuhn. Ini nama-nama orang kaya. It's almost 400 years ago now. How strongly do people live? How vividly do they live with this history? Ya, memang kalau kita berpikir ada rasa. There would be a feeling of hate towards anybody that somebody saw do something brutal like that. Peterson Kuhn. Tapi bukan orang Belanda ya, pada Jan Peterson Kuhn. Karena mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang tua kami pada waktu itu. Kami menganggap kalau orang Belanda menganggap beliau itu pahlawan yang mendatangkan banyak emas. Membangun Rotterdam dan Amsterdam dengan uang dari Banda, kami menganggap beliau itu penjahat dan bahkan kita menganggap Jan Peterson Kuhn
terrorist. Ja. Ja. Always two sides to every story. Lijkt het nog een beetje? Ja, op zich wel natuurlijk. Hè. Je ziet daar in de verte zie je datzelfde Fort Belgica nog. Dat is waar wij op hebben gestaan. Daar nog. Maar verder dat landschap en die berg, dat is natuurlijk eigenlijk nog precies zoals het was. Nou ziet dit er fantastisch aangehaakt uit, maar ze hadden de hele boel ontvolkt. Ja. Hoe hadden ze het nieuw ingericht? Nou ja, dat moet Koen van tevoren een plan voor gehad hebben. Want wat hij eigenlijk deed, hij verkavelde deze eilanden als was het een polder. En die kavels, die gaf hij aan... zogeheten perken noemden ze dat. Die gaf je aan perkeniers. En dat waren trouwe VOC-dienaren. En omdat het ontvolkt was, gaf hij daar, zorgde hij dat ze voldoende slaven hadden om die perken met al die noordmuskaatbomen te onderhouden. En de voorwaarde was natuurlijk dat ze de oogst geheel aan de VOC leverden. En dan krijg je dit beeld. Ja. Ja. De Beemster. In de oost. In de oost. Dus zo methodisch ging hij te werk. Mr. Van den Broeke? Ja. Salamat Peggy. Good to meet you. Yeah, Sam. Yeah. So, yeah. You are a perkenier. Yeah. Bapak perkenir ya, Pak? Perkenir, ya. Yeah, saya perkenir di sini, ya. Yeah. Penerus, perkenir-penerus dari nenek moyang. Ya. Yeah. Saya adalah generasi yang ke-13 dari Peter Van den Broeke. Wow. Sekarang saya all these years later, someone's still holding the title, still doing the thing. Sekarang cuma tinggal 12,5 hektar saja. Di pulau ada 3. Wilfaren, Waldevreden, Westcliff. Terus di Banda Besar, Klinwaling sama Grootwaling. Jadi semuanya 5. So, that is the nutmeg? Ya. Yeah. Ayo. Ah, mari tolong juga. Pete pala ini dulu. Iya. That's one way to get it down. Kan ditusuk sebagian pinggir ya. Bisa. I don't think I've ever actually seen an actual nutmeg. That is beautiful. Yeah. Not the fruit around it, I've never seen. So, the nutmeg is down here, and this is? Fuli. This is the fuli. Fuli, yeah. You call it fuli too? Yeah. That's an Indonesian word, fuli. Yeah. Indonesian fuli. Fuli, there's bunga pala. Jadi, nanti ini, ya, yeah, dijemur di matahari, itu sekitar 4 jam, ya. Yeah. Sedangkan bijinya ada masuk ke pengasaran ya. Kita pakai pengasapan ya sekitar 3 minggu baru dia kering. What is the worth of nutmeg nowadays? Ini harga pala itu memang sekarang ada penurunan karena di Eropa ada krisis ya. Jadi pengaruhnya di pala kan ini komoditi ekspor ya. Jadi karena di sana ada terbentur krisis, jadi ada penurunan sekitar 40% lah turunnya dari harga normal ya. Ponky van den Broeke is nog de enige zelfstandige perkenier op Banda. Bij hem thuis hangt een portret van zijn voorvader Pieter, geschilderd door Frans Hals. Nou ja, een reproductie. Ook een erfenis van de VOC. That's amazing. That man is even still there. Terug doing it, in Amsterdam, living op de beurs van Berlage. Like his ancestors. Een plek om je af te vragen wat dat bloedvergieten in de oost
de boekhoudkundige precisie waarmee Koen de opdrachten van de heren 17 uitvoerde, wat het opleverde voor het vaderland. Oh, nou, het is de klim wel waard. Zo, dat is mooi, zeg. Wauw. Bij het Centraal Station, dat waren de havens. Dus daar kwamen de VOC-schepen binnen. En dan hier zo, want hier lag natuurlijk ook water. Konden ze tot aan de dam, die zie je daar. En had je daar de vismarkt. En ja, al die kooplieden die op de dam elkaar ook tegenkwamen. En op een gegeven moment daar de nieuwe beurs gebouwd hebben. Om handel te drijven natuurlijk. Die VOC-schepen die kwamen hier in grote getalen binnen. Hoe was de winst? Dat viel vies tegen. Dus ze verdienden eigenlijk de eerste 10 jaar helemaal niets. Er moest zoveel geïnvesteerd worden in schepen, in forten en noem alles maar op. De bewindhebbers van de compagnie hadden al het geld hard nodig. Dus die hebben zo lang mogelijk geprobeerd om zo weinig mogelijk aan de aandeelhouders terug te geven. Jij hebt hier een voorbeeld van een heel vroeg aandeel. Ja, dus dit komt uit Enkhuizen. En het was zo bij de VOC dat als je dan je intekening in 1606 voltooid had... Hè, 1602 moest je beginnen met betalen, 1606 was je voltooid... dan kreeg je een kwitantie. Nou, dat noemen we altijd nu het oudste aandeel. En het mooie hiervan is, er werd precies opgetekend op de achterkant 1612. Zoveel dividend betaald. Dat is het eerste dividend. Dus 10 jaar wachten. Na 10 jaar. 10 jaar wachten. En dan 1615 en 1618. En dat was het dividend wat nog eigenlijk uit 1611 stamde. Dus ze moesten toen ook in de eerste dividenden, want de VOC die had helemaal geen geld. Dus die... That's that long-term investment. 10 years back then, imagine tying up whatever money you had for 10 years. Even today, even these days, some people have a problem tying up money for longer than 6 months. 10 years is a ridiculous amount of time. De winstuitkeringen werden beloofd, maar dan nog niet uitgekeerd. Want, en dan probeerden ze het eerst uit te keren in specerijen. Maar die aandeelhouders dachten ook van ja, als je nou iedereen specerijen geeft, zijn die ook niks meer waard. Dus doe ook maar niet. Enorme kasproblemen. En je ziet dus bij deze Enkhuizer aandeelhouder, als je dat in een grafiekje zet, dan zie je dus dat het een hele bescheiden winst is over per jaar gemiddeld genomen. En dan zit er opeens een breuk in 1633. Toen hadden ze in Azië de zaakjes gewoon op orde. Toen was het een bedrijf wat reguliere specerijen terugvoerde. Toen was al dat vasthouden van die winst niet meer nodig. En toen gingen de winsten die uitgekeerd werden dus omhoog. En deze aandeelhouder, die er dus uiteindelijk 48 jaar in heeft gezeten, die had na 48 jaar echt heel veel geld verdiend. Maar daar had hij dus wel bijna 30 jaar op moeten wachten voordat meer was dan een hele bescheiden winstdeling. Jesus. De kost gaat voor de baat uit. Hoewel, dat was ook in de tijd van Koen niet altijd waar. Juist toen kwam speculeren op. Het huidige naked short selling, speculeren op de daling van koersen, populair in de wereldcrisis van de laatste jaren, werd al een paar jaar na de oprichting van de VOC bedacht in Amsterdam. Afijn, hebzucht is van alle tijden. Maar wat was nou het wezen van de VOC? Nog eenmaal langs bij Menno Witteveen, die in het dagelijkse leven een investeringsmaatschappij heeft. Dit is een beetje de moderne VOC. Modern Batavia, maar dan toch weer heel anders. En weet je wat ik een van de meest fascinerende dingen vind? Is dat zie je dat vliegtuig wat daar opstijgt, zie je vertrekken. Ik stel me altijd voor, er zitten evenveel mensen aan boord als aan boord van zo'n VOC-schip zaten. En die gaan dan die reis ook voor hun een beetje naar het ongewisse, naar dat verre Indonesië of China of Japan maken. En dus hier zie je de kwantumsprong die het kapitalisme heeft gemaakt. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Maar de VOC zelf was ook al zo'n kwantumsprong. Ja, dat is natuurlijk een enorme sprong geweest. Want voor het eerst konden mensen niet in een persoon, maar echt in een onderneming beleggen voor lange termijn. En in feite heeft dat de basis gegeven aan de ordening van de wereldhandel en de wereldmanier van ondernemen zoals we die nog steeds kennen. Dat is eigenlijk het idee van een NV. Het idee van een NV. Een directeur is niet meer persoonlijk aansprakelijk. Ja, wel natuurlijk zodra hij de wet overtreedt. Maar de VOC schreef ongeveer zijn eigen wet, dus die kon moeilijk overtreden worden. That's very convenient. Doordat dat scherm er zit tussen jouw privé en het zakelijke ondernemen, je mensen dingen ziet doen die ze eigenlijk als privépersoon nooit hadden gedaan. En dat is natuurlijk ook met Koen op Banda. Koen, deze brave zoon van een handelaar, hè, die had natuurlijk nooit dat gedaan zonder de kracht en macht van zo'n grote vennootschap achter zich. Dus het rekt op. Dus dan zeg je eigenlijk dat met de VOC
er een bedrijfsvorm is gevonden die de basis legt voor ons hele moderne kapitalisme sindsdien. En die bedrijfsvorm die heeft een bijna vanzelfsprekende neiging om net over de grenzen te gaan. Ja, vaak wel, vaak wel. Dus de schandalen, de bedrijfsschandalen van de laatste jaren zijn voor een belangrijk deel misschien toch een verre erfenis van een manier van opereren die begon bij de Nederlandse VOC. Ja, helemaal. Wauw. Ja. Oh, the corruption lasted an awful long time. In Jakarta zijn de VOC en Jan Pieterszoon Koen ver weg. Hier heerst de toekomst. Met ultramoderne kantoren, hotels, winkelcentra. Het koloniale verleden wordt vooral bekeken met een knipoog. Een potpourri van vrolijke kostuums in een fietsparade. This would be quite the spectacle to behold. Het was echt goed hoe het land in de 17e eeuw op de schop ging. Volgende week, water wordt land, land wordt stad. De opzienbarende transformatie van Holland in de Gouden Eeuw. There you have it, ladies and gentlemen. The Dutch Golden Age, episode 5, part 2. The East India Company, VOC, and its legacy in Asia. Quite the legacy it has. Especially when you still got the one guy there as an actual kind of as the direct descendant of somebody living way back then and still doing it to this day, like still holding that title, still all of that. Like the whole thing to me is absolutely remarkable. I'm enjoying our dive into exactly how widespread everything was. All of the trading posts, all of the everything, just the vast empire at sea that they had back then. If you guys enjoyed it, definitely go over and show Doko Doko some love on their channel. Hit that like button if you liked it, the dislike button if you disliked it. Check out one of my other videos up here. Subscribe right here if you want to see more content, possibly your content. Till the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back. Peace.